Koos Geurts, uiteindelijk 1-0 verlies vandaag. Hoe heb je zelf de wedstrijd gezien? Het is een wedstrijd geweest met niet heel veel kansen aan beide kanten. We hebben zelf niet heel veel gecreëerd, maar Japan heeft ook niet heel veel gecreëerd. Ik heb als keeper niet veel te doen gehad in dat opzicht. Maar ik denk wel dat we, als we in de eindfase wat beter afstemmen, dat we tot een heel veel kansen kunnen komen. Dus de wedstrijd veel op het middenveld geweest. Technisch zijn zij natuurlijk heel onderlegen, fysiek waren jullie een stuk sterker. Ja, dat denk ik ook. Dan nog vind ik dat we nog iets sterker kunnen zijn dan sommige duels. Want zij zijn wel heel behendig en snel. En daar moeten we wel mee leren omgaan. Maar ja, ik denk wel dat we ook toch wel veel duels gewonnen hebben. Dus. Uiteindelijk hebben we wel een mooie open wedstrijd gezien, waar beide teams wilden en mochten voetballen. Ja, dat denk ik ook. Als ik even terugkom naar vorige donderdag, de Champions League finale, jammerlijk verloren opnieuw met strafschotten. Ja. Bijna stond je op het terrein, wat gaat er dan in je om? Ja, ik was gewoon heel erg gefocust op als ik erin moest komen, dan was ik er klaar voor. En uiteindelijk ben je zo dichtbij alweer. Dus in de penalties is het altijd een rollercoaster van emoties. Je bent er bijna, oh toch weer niet. Dus het was echt het was heel spannend. Ik zag donderdag in de laatste training jullie doelwachterstraining. Wel vrij pittig. Ja, zeker. Ja, maar wel heel leuk. Mm-hmm. Hoe moeilijk is het als je dan donderdag een Cardiff gespeeld hebt, heel weinig vrij hebt, om onmiddellijk daar terug te staan voor Oranje? Ja, helemaal niet eigenlijk. We waren heel lang niet meer bij elkaar geweest met het Nederlands team. Dus ik had er eigenlijk gewoon heel veel zin in weer om met dit team weer aan de slag te gaan. En we hebben zoiets moois de komende maanden op ons te wachten staat. Dus het was eigenlijk wel, natuurlijk een aantal dagen duurt het even, omdat het wel zuur is dat je zo verliest. Maar ook wel weer heel veel zin om met het Nederlands team te spelen. Je hebt ondertussen al gehoord dat er 2 wedstrijden volledig uitverkocht zijn voor Nederland. In Noorwegen en België. Dat moet wel een extra boost geven. Absoluut. Zoveel mensen die komen kijken. Je merkt al dat het gaat leven. Dus als we dan het publiek als 12e man kunnen gebruiken, dat is natuurlijk enorm fijn. Laatste vraag. Nu dinsdag gaat het nog tegen Oostenrijk. Later is er nog een wedstrijd tegen Wales. Wat gebeurt er tussenin? Tussenin verschilt het een beetje per speelster. Sommige speelsters die in Zweden spelen, die moeten gewoon daar nog competitie spelen. Een aantal speelsters hebben een weekje vrij, een aantal wat korter, een aantal wat langer. Het is heel individueel wordt het bekeken. En de meeste zijn gewoon in training. Oké, dan dank ik wel en we zien ons dinsdag. Yes, dank je wel.